KMS. Ja, ja, je denkt een video van de Turtle. Wat al? Ja, ja, we gaan vandaag een klein vlogje opnemen. Want ik ga nu de Greaton ophalen, oftewel Armijn. En ja, dan gaan we ergens naartoe. En hij gaat jullie zo meteen vertellen waar dat dan naartoe is. Dus ik sta nu bij hem voor de deur. En ja hoor, daar komt hij aan, de Greaton. De enige echte voetbalkenner. Ja, jij hebt een beetje ingezet, hè? Nou, ik zal je vertellen, ik heb nog nooit zoveel geld op een wedstrijd ingezet. Zo. We praten hier over substantiële bedragen, Kevin. Kijk. Ja, daar zijn we. Waar zijn we eigenlijk? Ik zie in Emmen. Kijk eens, we zijn met de Turtle uit, hè? Wist jij dat Emmen in de top 50 op onderop staat van de meest plaatsen zeg maar, waar je niet wil wonen? Nu wel. Maar ik moet zeggen, Emmen, is dit een casino? Het ziet er leuk uit. Het heeft gewoon een casino. Nou, we gaan naar We gaan even naar Mercure. Let's go. Daar is het wel. Meerdijk is dat even. Die kant op? Ja? Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar zo meteen. En daar zit een dierentuin. Ook nog. Allemaal binnen handbereik. En een mooi hotel. Let's go. Daar zijn we weer. We zijn nu de spelersbus van Volendam. En die gaan verliezen. We gaan even aan de chauffeur vragen. Hoeveel gaat het worden vanavond? Ja, dat voelt bijna. Ja? Hoeveel? 1-3, denk ik. 1-3 voor Volendam, zegt de chauffeur. Vandaag, hè? Ja, zeker. Maar als ze verliezen, dan moet hij ze weer vanavond weer terugbrengen. Of blijft hij weer slapen? Nee, we rijden vanavond. Dus ik hoop voor de buschauffeur dat ze winnen, maar ja, we weten het niet, hè? We ik hoop het niet. Spannend! Dankjewel! Hoi! Ja! Waar zijn we? Hey, ik hoorde net uit betrouwbare bron dat jij nog nooit bij een eerste divisiewedstrijd bent geweest. Ik ben nog nooit bij een voetbalwedstrijd geweest op dit niveau. Nee, het is een bijzondere wedstrijd vandaag. Het is ook nog een bijzondere wedstrijd vandaag, zeker. Mocht Emmen winnen, dan nemen ze de koppositie over. Van? Ja, van Volendam. En dan gaan ze volgend jaar naar de Eredivisie. Weet je trouwens wie de sponsor is van FC Emmen? Nou, volgens mij is het iets met vieze volwassen dingen. Nou, ik weet niet of het vies is, maar dat is nou, het. Ja, dat is een goed, easy toy. Het is maar net hoe je het bekijkt, hè. Nou, kom maar, even leuk. Ja! Dit is de grote man van Gigi Pook en dit is de vrouw van, of eigenlijk andersom. Het is helemaal gek op voetbal. We gaan eigenlijk van de graaf, want wij zijn hierbij. FC Emmen. Hey. Bronzen kampioenschild voor de kampioen van de derde periode in de keukenkampioendivisie zal worden uitgereikt door oud FC Emmen speler Antoine van der Linden. De winnaar van de derde periode, FC